Oké, vijfde keer, goeie keer. Hallo allemaal en leuk dat jullie hier weer zijn. Jullie hebben zeker op deze video geklikt, omdat hierboven namelijk staat van dat ik uitleg ga geven, of hieronder. Namelijk staat dat ik uitleg ga geven over hoe je een Minecraft server kunt maken van 1.8.8. Nu, moesten er problemen zijn, volg alstublieft de instructies die ik geef. Er staat namelijk van orakelen, staat er ook iets op, als je van Java namelijk, als je dat niet doet, kan het zijn dat je hele server vastloopt. Ik heb een jaar zitten te zoeken en dat was mijn fout. Dus gewoon Java updaten. Dus dat kan een fout zijn. Moesten er nog fouten zijn, zeg het mij, ik probeer het op te lossen. Een bucket server bijvoorbeeld, kan ik nog niet. Dat is werk met Spigot. En Spigot, dat is een beetje moeilijk. Dus dat kan ik nog niet uitleggen. Maar een gewone server, dat gaat wel. Dus geniet van deze video, volg de uitleg alsjeblieft en dan zullen we het wel zien. Hè? Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een video hoe je een Minecraft server voor 1.8.8 kunt maken. Wat je daarvoor als eerste moet doen is dat je naar minecraft.net gaat en hier onderaan bij download het hier gaat klikken. Wat je dan doet is hier Minecraft server 1.8.8 jar-file gaat afhalen. Je doet erop en je gaat hiervoor zorgen dat je bij weergave geven een map en dan krijg je hem hier namelijk bij te staan. Wat we dan als volgt doen is, we gaan hier namelijk een map creëren met een nieuw map. En we gaan de map noemen wat we bijvoorbeeld willen. Ik noem deze bijvoorbeeld server 1.8.8. En hup, we hebben het. Eenmaal als dit klaar is, gaan we naar de map. En dan gaan we dus zien, Minecraft server 1.8.8 staat hier dus in. Dus we gaan deze eventjes hier inslepen. En dan hebben we dat gedaan. We doen deze map open. En we zien dat hier Minecraft server 1.8.8 staat. Wat we dan als volgt doen is voor de mensen die meestal problemen hiermee hebben, en ik heb er ook problemen mee gehad, ga je naar de volgende website. De link staat in de beschrijving en dit is namelijk orakel.com. En dit is eigenlijk de allernieuwste Java versie die je nodig hebt om Minecraft te kunnen runnen. Dus wat je hier doet is, je gaat naar Accept License Agreements en je gaat kijken als je een Windows 86 of een Windows 64 systeem hebt. Nu, dit is enkel en alleen maar voor Windows, niet voor Linux en Solaris en Mac. Dan moet je zelf maar eventjes gaan zoeken, maar deze heb je althans nodig. Nu, hoe kun je nu weten als je een 64 of een 86-bit systeem hebt? Je gaat naar je Mijn Computer, of deze PC. Dus deze PC. En je doet oftewel hier bij Systeem-eigenschappen of rechtermuisknop Eigenschappen. En wat je dan krijgt is een ander blad en hier staat normaal bij type systeem een 64-bit besturingssysteem of iets anders zoals het bij jou kan staan. Dus wat ik ga doen is dan de Windows 64-bit systeem afhalen. Dus eenmaal als je dat hebt, volledig hebt geïnstalleerd, kun je die website dus eigenlijk al wegdoen. Dus ja, wat we dan als volgt doen is hier dubbelklik op deze Minecraft server 1.8.8 en deze gaat ervoor zorgen dat er een nieuw kadertje gaat opengaan. Oké, eenmaal als dit erbij gekomen is, moeten we natuurlijk de aula nog een beetje accepteren. Dus dan gaan we hier op aula klikken en hier staat dan op dat we het op true moeten zetten. Nu, wat je moet doen is als eerste deze account, Mojang, blablabla, Minecraft aula is doorlezen. Ik heb deze al een paar keer doorgelezen, maar je moet het dus zeker eens gedaan hebben. Dus we gaan hier schrijven T-R-U-E, true. En we doen op bestand opslaan. En dan doen we op kruisje en hier hebben we de aula dan op toegezet. Wat we als volgt doen is weer Minecraft server 1.8.8 aanklikken. En deze gaat dan een apart schermpje open doen. Dit gaat misschien eventjes duren of dat kan ook redelijk vlug gaan. Oké, en zoals je kunt zien is deze dus de wereld aan het spawnen. Nu, dit is namelijk nog dat we maar 12% vrij hebben op onze computer. Zoals je kunt zien verbruikt hij heel veel. Maar daarvoor heb ik dus een oplossing. Dus eenmaal als deze volledig klaar is, bij sommige computers kan het heel vlug, bij sommige gaat het heel traag. Bij mij gaat het wat trager omdat ik aan het opnemen ben. Oké, eenmaal als we dit hebben gedaan, doe je stop in je scherm en je wacht tot het kadertje volledig weggaat. En ga weg, ga weg, 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 weg. En het is weg. Dus wat we als volgt doen is in deze map van de server, ga je rechtermuisknop, nieuw en doe je tekstdocument. Bij u zullen er een heel hoop minder staan, doe je de tekstdocument en die laat je gewoon met die naam. Doe je daar dubbelklik op en dan krijg je eigenlijk je kladblok. Of je kladblok kun je dus ook kiezen. Wat je dan moet doen is één van deze twee erin zetten, van deze vier erin zetten. Namelijk 1 GB, 2 GB, 3 of 4 GB. Nu, hoe je dit kunt zien is, je gaat weer naar jouw deze PC, rechtermuizen of systeemeigenschappen, wat je dus ook kunt klikken. En hier ga je dus zien geïnstalleerd geheugen RAM. Bij mij is dat 8 GB, dus bij jou, dus ik zou eigenlijk voor de 4 GB kunnen gaan. Nu, 2 GB is sowieso genoeg. Maar om eventjes uit te leggen, dus als je 2 GB hebt, ga je sowieso voor de 1 GB moeten gaan. Heb je 4, 2, 6, 3,
8, 4 en zo telkens verder, verder, verder. Nu zoals je kunt zien is dit enkel maar voor de Minecraft server 1.8.8. Dus wat ik ga doen is, ik kopieer deze van 2 GB en ik plak deze hierin. En dan kan ik deze wegdoen. En deze doe je bestand opslaan als, zeer belangrijk, hier alle bestanden aanduiden en dit run.bat. En dat betekent eigenlijk als je iemand dat hebt opgeslagen dat hier in je map, hier een run met van die 2 tandwieltjes komt. Dit kun je wegdoen en deze nieuw tekstdocument kun je eigenlijk ook gewoon verwijderen. Wat we dan als volgt doen is hier op run dubbelklik duwen en dan krijg je eigenlijk zo een zwart kadertje open. Nu dit kadertje, misschien heb je dat al ooit gezien, misschien nog niet, ik heb het al heerlijk vaak gezien. Na een bepaalde tijd gaat deze beginnen en gaat deze nog een tweede kadertje open gaan doen. En dat is namelijk de serverbestand. Oké, zoals je nu kunt zien heb ik 2 kadertjes openstaan, namelijk deze zwarte en deze witte kader. Nu wat je kunt zien hier is dat wij 95% vrij hebben. Dat is een heel hoop meer en het is veel vlugger opgestart, ook nog eens. In 5 seconden in plaats van 40 seconden. En dat is dus een voordeel. Dus hier kunnen we eigenlijk al op onze server gaan, maar je wilt natuurlijk met je vriendjes erop gaan, dus je doet op stop. Dit kadertje gaat vanzelf weg. Bij dit kadertje moet je nog gewoon één keer op enter duwen. Nu, als je wilt dat je vrienden erbij opkomen, moet je namelijk naar je router gaan. En hoe we dat doen, is heel simpel. Je gaat bij zoeken of bij je startscherm zoeken. Wij zoeken CMD type, oftewel opdrachtenprompt. En dan krijg je dit. En wat je hier intypt is heel simpel, dat is ipconfig. Enter en hup, je krijgt een hele hoop informatie wat voor jullie den deel niet zichtbaar gaat zijn. Dus het eerste wat we nodig hebben is namelijk het IPv4 adres. En ik ga eventjes iets slepen naar hier. Het IPv4 adres en het default gateway. Mijn IPv4 adres is 192.168.0.104. Omdat ik deze gewoon van buiten ken. Default gateway is 192.168.0.1. Maar dit is volledig anders dan jullie. Dit is niet hetzelfde. Dit kun je niet invullen bij jou. Dit is volledig iets anders. Dus dit kunnen we sluiten. En ik heb het nergens opgeschreven, dus dit kan ik houden. Dus wat ik ga doen, is ik ga naar hierboven. En ik ga mijn klapblok terug even nemen. En hier staat IP, de default gateway. Die typ je van bovenin. Dat is namelijk 192.168.0.1 voor mij. En ik duw op enter. En dan kom je eigenlijk bij je eigen router van je thuis. Ik heb namelijk een deling DER615. En dan moet je namelijk je username en je paswoord invullen. Nu, sommigen vragen af, hè? Hoe? Ik weet mijn naam niet en ik weet mijn paswoord niet. Heel simpel, ga naar deze website. Dat is een nieuwe website ten opzichte van wat ik vroeger had. En dat is www.routerpasswords.com. En wat je dan moet doen is, je gaat hier op zoek naar jouw systeem. Die van mij is een D, dus ik heb een D-link. Ja, daar staat een find passwords. Wat je dan moet doen is hieronder opzoeken welke dingen het is. Bij mij is een DER615. Oké, die van mij vind ik er niet tussen, omdat die van mij al ietsjes ouder is. Maar als je bijvoorbeeld een DI614 plus hebt, moet je gewoon als je naam user en hier gewoon niks invullen. Of tussen haakjes non. Ja, tussen haakjes non. Of wel niks invullen. Ik denk niks invullen. Ofwel, bij de meeste D-links van bij mij is admin. Dus wat ik invul is namelijk admin, maar ik heb een ander wachtwoord, omdat ik niet wil dat jullie dat gaan weten. En ik heb het aangepast, want je weet maar nooit. Je logt je in en hup, je komt dan op dit scherm. Maar jouw scherm, het kan volledig anders zijn. Helemaal volledig anders. Dus wat ik moet doen, is als volgt gewoon naar advanced en port forwarding. Dus ofwel moet je naar applicaties, ofwel naar nog iets anders. Maar ik ga altijd naar port forwarding. Nu, als jij het zelf niet weet waar je dat kan vinden, heel simpel, ga naar deze website en dat is namelijk setupwouden.com. Wat je dan moet doen is als volgt. Je gaat je router hier in de lijst zoeken. Mijn is namelijk een D-link, dus ik ga bij de D zoeken en ik zoek hier D-link. En wat ik dan als volgt moet doen is namelijk mijn DIR vinden en die staat hier dus wel bij DIR615. Dus ik ga naar onder, want die staat vrij van onder, DIR615. Ik klik hierop, dit is mijn router. En die wordt volledig hier uitgelegd hoe ik dat moet doen. Dus wat je hier moet gaan zoeken is namelijk... hier, delay deling port forwarding instructions. Daar duw ik op en hier wordt alles uitgelegd met foto's en met tekst. Wel in het Engels, je kunt het vertalen naar het Nederlands, maar het is wel in het Engels. Hoe je je deling, mijne dus, volledig kunt port forwarden.
Dus wat ik doe als volgt is, ik ga eventjes een hele nieuwe aanmaken. Dus bij naam, wat je dan doet is gewoon Minecraft. Bij mij toch, uw naam Minecraft of zo. Je moet je niet opletten. IP-adres, dat is uw IP-voor-adres. Dit kan heel af en toe aanpassen, dat hangt er vanaf. Soms verandert het dus, soms niet. Die zet je hierin. Wat je dan als volgt doet is uw public port name. En dat is altijd 25565. 25565, 25565. Nu als jij bijvoorbeeld alleen maar TCP hebt staan, want dat staat er normaal, of UDP, probeer altijd any of both, oftewel TCP/UDP. Maar heb je dan maar enkel TCP staan, niet erg, schrijf dat hier allemaal opnieuw en duid UDP aan. Dus ik ga deze op any laten en deze ga ik ook even op any laten. Wat je dan als volgt doet is save settings of save of weet ik veel nog wat, continu. En dat is dat, ik ga me dan eventjes afmelden. Nu, dat is dus al eenmaal klaar. Dus wat je nog kunt gaan doen bij je server, want daar ben ik momenteel teruggekomen. Dus wat je nog kunt doen is hier bij server properties, rechtermuisknop openen met bijvoorbeeld Kladblok. Maar ik heb edit with Notepad++. Die link staat ook in de beschrijving. Notepad++ is iets heel handigs en iets heel fijns. Dus wat je kunt doen, hier staat je serverport 25565 zoals ik al zei. Maar wat je kunt doen is hieronder je maximum players. Kun je op 20 bijvoorbeeld laten, maar ik zet die meestal op 3, omdat ik met niet zoveel volk erop kom. Uw common blocks kun je best ook altijd op 2 zetten, want die heb je wel soms eens nodig als je op een server wereld wilt maken of zoiets. Mode, MOTD, dat is de tekst die onder uw server vandaan komt te staan, dus ik ga daar even testen typen. Test, kijk eens aan. En wat je dan moet gaan zoeken is server IP. En server IP is bij mij 192.168.0.104. Dat is mijn server IP. En wat ik dan doe is hier op alles opslaan. En hup, het is volledig opgeslagen. Ik kan het dicht doen en het is klaar. Dus wat ik nu nog doe is hier op run duwen. En het opent dit zwart kadertje weer. En dan dat andere kadertje na een bepaalde tijd. Het kan soms lang duren, het kan soms ook minder lang duren. Oké, en zoals je kunt zien heb ik nu weer deze twee schermpjes. Dat is jammer genoeg, die twee blijven altijd aanstaan. Die kun je wel altijd verkleinen. Die hou ik het meest, omdat ik die... Dat is misschien het kleinste tekst, maar ik vind deze altijd het fijnste. Dus dit kunnen we allemaal gaan kleineren, of hoe je het ook kunt noemen. En we gaan dan ons Minecraft openen. Dus oké, zoals je nu kunt zien ben ik op Minecraft gekomen. Wat je als volgt doet is bij multiplayer ga je je server aanmaken. Bij direct verbinden kun jij zelf local hosten typen. Dat betekent dat je direct op de server komt. Of je schrijft 192.168.0.104. En zo kom je direct bij je server binnen. Dus ik doe op server bezoeken. En na een of andere tijd komt hier in dat zwart schermpje ook te staan dat ik heb gejoined. Kijk eens aan, ik ben aan het vliegen. Nu bij mij staat op can't keep up, the system time changed. Het is een beetje trager. Dat komt omdat mijn laptop... omdat ik aan het opnemen ben, daarom. Oké, en ik ben aangekomen. Dus ik kan ook gewoon even verbinding verbreken. Left the game. Nu, als je wilt dat je vrienden erbij komen, moet je naar deze website komen. What is my IP? De IP-adres. Ik ga er niet op klikken, want als je mijn IP-adres ziet, kun je vreselijke dingen mee doen. Dus dat IP-adres moet je maar enkel en alleen maar aan je vrienden geven. En wat je dan moet doen, is direct verbinden dat IP-adres hier aan toevoegen met daarachter dubbelpunt 25565. En ja, en voor trouwens, als je met je vrienden binnenshuis bent, kun je gewoon je IP4-adres geven. Dus gewoon hier het IP4-adres, dat gewoon geven, dubbelpunt 25565, hoeft er niet achter. Misschien wel, je weet maar nooit. Oké, en soms krijg ik ook nog eens de vraag van hoe kan je je eigen wereld hier nu inzetten? Want nu is het maar een doodgewone wereld. Heel eenvoudig, wat je moet doen is de server natuurlijk eerst stoppen. Maar wat je dan doet is deze wereld weghalen en jouw eigen wereld nemen en die ook wilt noemen. Gewoon opstarten en je hebt je eigen wereld in Minecraft. Als je wilt open, dus jij de owner wilt maken, doe je gewoon open en je naam dan van jouw spelertje. Bij mij staat Jens in 1996 en hup, ik kan weer alles doen zoals ik wil. En om te stoppen typ je natuurlijk stop en dan enter je nog eens. Kijk eens aan. En dan heb je eigenlijk je volledige server gemaakt en ja, dan heb je je server eigenlijk. Zo ja, dit was dus de video van vandaag. Ik hoop dat jullie er wat meer hebben voorbij geleerd. Moest er toch nog problemen zijn, dan heb ik namelijk deze app nog. En dit is namelijk, deze Port Forward Network Utilities. Deze staat ook als link in de beschrijving. Je doet op twijl. Oké, ja, twijl dit, blablabla. En wat je dan als volgt doet, is je gaat hieronder Port Checker. En dit opent namelijk een ander soort
Oh, nou, dat kadertje niet, maar opent namelijk dit kadertje. En dat doe je hier op port dat je wilt controleren, TCP check me. En dan komt hier external IP-adres, dat wat voor jullie een zwart kadertje gaat zijn. En die staat your port is open, net hetzelfde met de UDP check me. En dan komt ook op te staan dat de poort open is. Als dat niet is, kan het zijn dat je Java verouderd is, of dat er toch nog interne problemen zijn met je firewall. En dan moet je regels gaan toevoegen. Van de firewall regels heb ik ook een video van gemaakt, die komt ook als link in de beschrijving. Maar ja, dat was dus de video van vandaag. Ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Jullie hebben dan een blauw duimpje omhoog te doen. Moesten er nog problemen zijn, ik probeer ze op te lossen. Dus zet het hier altijd onder, zodat ik jullie problemen kan oplossen. Dus ja, mijn naam was Jens. En ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Jullie hebben dan een blauw duimpje omhoog te doen, wat ik al 3 keer heb gevraagd. Mijn naam is Jens. En tot de volgende keer.